Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 4 augustus. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb voor jullie eventjes mijn workout gefilmd. En ik ga deze week wat minder in huis filmen. Ik ga zaterdag naar de dierentuin en daar wil ik jullie dan mee heen nemen. En daar proberen wat mooie beelden te schieten. Dus dat is de planning een beetje. Zet ik jullie bij het schoonmaken er eventjes niet bij. Ik heb echt heel erg naar geslapen. Ik heb het eigenlijk nooit echt verteld, maar iemand hier in dit wooncomplex, die is nogal luidruchtig 's nachts. Die leeft voornamelijk 's nachts en ik word er eigenlijk altijd wakker van. Ze wordt 's nachts heel hard met deuren geslagen. Het is af en toe net Kees en Co. Zachtjes met de deur, denk je dan. Maar ja, goed, weet je. Dat is best wel vervelend. Daarnaast wordt er ook wel eens met meubels geschoven. En ja, dan merk je gewoon, het is allemaal best wel luidruchtig hier natuurlijk. En ik snap dat je echt wat van je buren hoort. Ze zullen van mij ook wel eens wat horen. Maar het is best wel heftig af en toe. Het is even een tijdje rustig geweest, maar sinds gisteren is het weer begonnen. Eigenlijk maandagnacht al. Dus ik word daar standaard wakker van en overdag hoor ik ook best wel veel geluid. Maar goed, weet je, dat zijn gewoon leefgeluiden. Dat hoor je van iedereen wel. Maar daardoor heb ik niet echt lekker geslapen. Ik kwam al heel slecht in slaap. Dan word je een keer wakker van een paar deuren die dichtgeknald worden. Toen was ik vanochtend al een keer vroeg wakker, want mijn coach die appte al van, ja, we kunnen ook morgen wel naar een stofzuiger gaan kijken, want ze zouden er om 2:30 zijn. Ik dacht, nou, dat zou top zijn, want ik heb echt een stofzuiger nodig. Kon uiteindelijk toch weer niet, dus dat was toch een beetje teleurgesteld over, dus dat kan toch pas volgende week. Nathalie heeft me wel heel blij gemaakt, want ik had Nathalie gevraagd van de week, als zij bij de Action zou komen, ik zal even het plaatje opzoeken of ze iets voor mij mee wilde nemen. Als ik het nog kan vinden hoor. Nee, natuurlijk niet. Oh nee, dat kan ook niet, want ik heb hem... via de computer gestuurd. Ik zal hem even opzoeken. Mickey zit er ook alweer bij. Heel gezellig. Ik wilde heel graag dit oogschaduwpalet hebben van de Action. En ik weet niet wanneer ik er weer kom. En toen had ik aan Nathalie gevraagd, goh, als jij toevallig bij de Action komt, zou je voor mij willen kijken. Dus die appte straks, ik heb je make-up paletten. Dus daar was ik wel heel blij mee. Dus dan kan ik even het geld overmaken. En dan heb ik die in ieder geval lekker binnen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Gisteravond de standaard dingen. Ik weet er alles van. De BNB Vol Liefde, de Naive Campy Coppens. De vlog is afgemaakt, de foto's zijn bewerkt. Ik geloof nog een paar kleine details die ik nog even moet doen, maar dat is het ook wel. Toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken en ik ben met een nieuwe serie begonnen op Videoland. Dat heet Koppers. Dat is ook een Vlaamse politie-serie. Ik had er echt werkelijk waar nog nooit van gehoord, maar ik dacht, nou, het was wel in mijn rijtje thuis. Ik heb bij Videoland ook nog niet gezien dat er aanbevelingen zijn. Dat vind ik dan wel weer handig bij Netflix, dat doet Videoland niet. Maar goed, ik ben daar nu mee begonnen en ik vond het op zich wel een goede aflevering. Het is wel even inkomen, maar op zich had ik er niks over te klagen. Dus dat vond ik wel leuk. Dus dat. Mijn boek is ook bijna uit. Vind ik wel jammer, want het is echt een heel goed boek. Maar ja, aan de andere kant kan ik ook wel weer lekker met een nieuwe beginnen morgen. Dus dat is ook wel weer leuk. Ik ga nu de boel doen. Ik ga jullie de beelden laten zien van mijn workout. En dan ga ik daarna even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning.
Zo, ik heb alles weer lekker klaar. Ging op zich vrij vlot, dus dat viel wel mee. Het is alleen nu eventjes dan behelpen omdat ik niet echt goed kan stofzuigen. Maar goed, op zich gaat het wegen wel. En weet je, het is nog een weekje en dan is het ook goed. Ik heb nog even mijn Nathalie geappt. Ik heb lekker even wat doodles getekend. Ik had alleen iets verder willen komen, want ik had doodles willen tekenen tot maandag. Omdat ik de rest van de week niet aan het bullet journalen ga toekomen. Maar dat is niet helemaal gelukt, want ik had wat moeilijke opdrachten. Een hangplat. Een pauwoog. Dat was een vlinder met dan net of dat hij het van de oog op die vleugels heeft. En wat had ik nog meer? Een kever. En toen kwam ik aan de rest niet meer toe, want toen was het voor hun ook tijd om te gaan eten. Dus nou, toen was het ook wel goed. Ja, vanavond weer het standaard ritueeltje. Vanavond hebben we weer, ik weet er alles van, in de B&B. Daarna kijk ik eventjes hoeveel ben je waard. Ook wel weer interessant. Ik ga mijn artikel schrijven. Ik ga de vlog inplannen. Even een thumbnail maken. Even kijken wat ik nog aan de laatste foto's moet doen. En Nieuw Amsterdam kijken. En ook verder met koppers. Dus ja, dat is verder de avond. Het is niet spannend. Maar ja, mijn avonden zijn ook niet spannend. Maar ik kan er wel heel erg van genieten. Lekker vanavond een kopje koffie erbij. Even lekker ook mijn spelletje nog even tussendoor een beetje doen. Dus dat is wel heel erg lekker. Ik was wel weer een deel van de nagellak kwijt. Dus ik heb hem nu even bijgewerkt. Maar goed, ik ga ervan uit dat het morgen toch wel weer lelijk is. Omdat ik dan boodschappen ga doen. Dus meestal overleeft dat het ook niet. Dus nou ja, weet je, dan kan het er morgen af. Ik heb nog één lakje die ik moet testen. Dan zou ik die vrijdagavond even op kunnen brengen voor zaterdag. En dan is het ook prima. Ja, ik vond het trouwens gisteren nacht vond ik het zo koud. Ik weet niet of jullie het ook hadden, maar ik had het zo koud in bed. Echt vreselijk. Ik had net ook even de deur en het raam openstaan. Maar ik kreeg net al de melding dat het zo zou gaan regenen. En het koelde nu ook al wel flink af. Het is wel 20 graden. Maar die gevoelstemperatuur heb je niet. Maar met schoonmaken krijg je het vaak best wel warm. Dus, maar nu is alles weer lekker dicht. Ja, ik ga straks douchen en eten. En dan ga ik mijn dingen doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te doen of te vermelden. Dus ik kan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 5 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo boodschappen doen om 2:30. Dus ik ga zo nog even de stofzuiger er doorheen halen. En even de spullen pakken. En dan ben ik klaar om te gaan. Ik had even mijn vader gebeld met de vraag of dat de kaartjes nog geprint moesten worden voor de dierentuin. Maar moest je even overleggen. En dat horen we vanavond wel. Dus dan weten we dat ook weer. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken, de standaard dingen, de B&B vol liefde en het spelletje natuurlijk, ik weet er alles van. Daarna even hoeveel ben je waard. Toen ben ik mijn artikel gaan schrijven, ik heb de vlog ingepland, thumbnailtje gemaakt. Heb nog even lekker gegamed en ben verder gegaan met nieuw Amsterdam. En daarna Koppers. Nieuw Amsterdam staat, maar dit is het laatste seizoen dat online staat. Dus dat is wel een beetje jammer. Dus hierna moet ik wel wat anders op zoeken. En is het wachten op het derde seizoen. Ik heb gisteren met Nathalie ook een dagje van Slagharen gepland. Dus dat staat ook mooi vast. Dus dat is ook allemaal mooi geregeld. Dus ja, eigenlijk allemaal wel positief. Ja, verder ook eigenlijk niet heel veel te melden, want er is eigenlijk niet heel veel gebeurd. Ik ben een nieuw boek begonnen, want ik had mijn ander al uit. Ja, verder niet heel veel bijzonders. Ik ga het zo even kijken of ze een nieuwe palet voor mij hebben. I hope so. En ja, dan ga ik even boodschappen doen. Dus ik zie jullie dan ook gewoon weer als ik terug ben. Want ik heb nu eigenlijk verder niet veel te melden. Dus ik zal bij deze zeggen tot straks. Zo, inmiddels terug van de boodschappen. Het ziet er een stuk beter uit omdat hij nu op de tripod staat. En ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik ben er wel een tijdje terug, maar ik heb eerst even met mijn moeder en met Nathalie gebeld. Ik was bij het kruidvat, toen zag ik dit badspeeltje. En ik dacht, dat vond ik wel leuk voor Lente, omdat ze geopereerd was. Dus die krijgt ze zaterdag dan van mij. Ze vindt het bad er heel leuk. Ik dacht, nou, die vind ik wel heel schattig. Geef ze toch iets omdat ik het zo zielig vond. Ik heb daar ook eventjes deze bronzer gehaald van Rimmel. Dit is de 003 Sunset. Die was nu 5 euro. Normaal zijn ze een stuk duurder, maar dat was zo'n dagactie. Die vond ik heel erg mooi. En ik heb daar de pretmix gehaald van Red Band voor zaterdag. Voor naar de dierentuin met mee te nemen. Nog een paar big shirts met Good Morning. Ja, het is waarschijnlijk inmiddels niet interessant meer. En heb ik hem ook in Good Morning in het roze. Deze met World Sleep Day erop.
En deze nog met Good Morning Georges. Dus die heb ik ook even meegenomen. En deze, want die was natuurlijk kapot gevallen. Dus die heb ik nu lekker nieuw. Die gaat zo gelijk de stash in. Ik heb bij de trekpleister heb ik deze Invisible Bobbles gekocht. Het zijn de originele. Die waren normaal 5 euro. Er was nu 75% korting op. Ik heb gewoon transparante. Kosten nu nog 1,25 euro. Even twee potjes met de multicompleet van AZ. En dat was nu tweede halve prijs. Dus het tweede potje was nu 1 zoveel. Dus die heb ik ook even meegenomen. Oh ja, wat ik ook bij Kruidvat nog had, dat was de kuppensoep. Dus dat was dat. Ik heb bij Plus ijstee meegenomen. Dat is ook voor zaterdag wel weer een minpuntje. Want er zitten dus weer van die papieren rietjes bij. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Maar ik vind ijstee altijd wel lekker. Pakje met frikandelletjes. Een zakje patat. Weer even een keukenrol meegenomen. Ik heb ook nog een blikje cola voor zaterdag, als ik even iets van koolzuur wil hebben. Prik bedoel ik. Is dat, ja, is koolzuur toch? Nou, eventjes de kattenbrokken. Deze. De brokjes in gelei. Een broccolietje. Die was nu in de aanbieding. De frietsaus weer even een backup, want ik had mijne aangebroken. Mijn bakbotertje. Zakje pindaatjes. Ik heb deze kauwgom gekocht. Het is een nieuw. Dat is van Oral-B, van Steamerol. En er zit ook fluor, voor de fluor in. Die wilde ik wel eens proberen, want ik ben best wel een kauwgom kouwer. Dus dat was dat. Dan heb ik nog een tas. Wacht, ik zie hier nog wat zitten. Oh ja, een potje met nootmuskaat. Want dat gebruik ik altijd in mijn groentes. Dan heb ik hier weer mijn slaapdingetjes. Zoals altijd. Ik moet even wat dingen gaan plaatsen hier. Oh ja, ik had deze binnengekregen. Dat is een monstertje. Ik heb even scheerschuim gehaald bij de Lidl. Hamburgers voor maandag. Nou, de spekreepjes weer. De boontjes, die heb ik bij de Boni gehaald. Die waren in de aanbieding. Lekker Hollandse boontjes. Een pakje melk. Ik heb ook nog eventjes nieuwe vuilniszakken gekocht, want ik heb nu vuilniszakken die zijn zo gigantisch dun. Ze zijn wel heel erg groot, maar ze zijn zo dun. Een maand ging ik mijn zak wegbrengen, die scheurde helemaal uit. Weer even een backup voor mijn mondwater, die had ik aangebroken. Dan vind ik het altijd prettig om gelijk weer een nieuwe in te slaan. Dan heb ik hier een pakje shawarma, dat ga ik strakjes eten. Die vind ik van de boni het allerlekkerst. Ook hadden ze voor een eurotje de Ajax. Dus ik heb weer even de eucalyptus meegenomen. En de limoen. Die ruikt zo gigantisch lekker. Dus die heb ik ook weer eventjes meegebracht. Even de andere bijvoegen. Deze waren de aanbieding van Douwe Egberts. Dat zijn ijs cappuccino en de ijs mocha latte. Ben ik dol op van die ijs koffies, dus die heb ik eventjes meegenomen. Die wilde ik wel eens proberen. En het allerbelangrijkste, 2 pakken chocomel. Want ik heb het zo gemist, mijn chocomel, de afgelopen week. Ik dacht, nee, gelijk 2 pakken mee, dan heb ik een backup. En ik had nog iets opgehaald bij de Terstand. Dat is een plastic verder leeg. Dat zal ik even erbij pakken. Had ik namelijk opgehaald, dat had ik in de winkel laten bezorgen. En ik kreeg gisteren de melding dat dat binnen was. Die was in de aanbieding dat ik een jumpsuit. Ik vond hem echt super leuk. Hij was normaal 25 euro, maar nu dus afgeprijsd. En is het dus een jumpsuit. Ik heb maar een emmetje gedaan, omdat hij dan qua lengte iets langer valt. Omdat ik dan net te lang ben. Maar je kunt dus heel leuk tailleren hier met zo'n riempje. Die vond ik heel erg leuk. Ruikt zo lekker als het nieuw uit de winkel komt. Ja, vind ik altijd zo'n lekker geurtje dan. Dus dat was eigenlijk alles.
Ik ga dit even opruimen. Ik heb ook even de woningstichting gebeld. Omdat ik natuurlijk zit met het schimmel wat in de douche zit. En mijn coach zei, je hebt ook best wel veel vocht in huis. Dus ik heb even de woningbouw gebeld. En er wordt woensdag komt er een inspecteur langs om te kijken naar de schimmel in de douche. Dus dat is ook wel fijn. Want we hadden het berekend, als ik het zelf moet gaan doen, dat kost me best wel veel geld. Ja, en als het gedaan wordt door de woningbouw, als het daaronder valt, is dat natuurlijk prima. Ik ga het nu even opruimen. Dan ga ik even lekker douchen. Dan ga ik straks eten. En dan ga ik vanavond deze... ik weet er alles van kijken. Even lekker gamen en de B&B vol liefde. En daarna denk ik nog even verder met de sled van 6WO. Ik had gisteravond even een probleem. Want mijn oplader die wou niet meer doen van mijn MacBook. Dus daar baalde ik een beetje van. Ik dacht, oh, ben niet kapot. Maar ik heb hem uiteindelijk weer aan de praat gekregen. En dan ga ik vanavond verder met Nieuw Amsterdam en Code 37. En dat wordt verder de avond. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus eerst even dit opruimen en dan lekker even douchen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 6 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de nagellak gisteravond verwijderd, want het was heel erg beschadigd. De randjes moeten nog een beetje weggeveld worden. Ik heb ook wel lekker gegeten. Die shawarma was wel echt heel erg lekker. Oh, hij is heel erg rood, deze lipgloss. Die shawarma was gewoon heel erg lekker. Want ik had het een tijdje niet op. En dan kan ik er ook wel weer heel erg van genieten. Ik kreeg een reactie dat iemand opviel dat ik eigenlijk heel ongezond eet. Laat ik vooropstellen dat alles wat ik eet wel uit de airfryer komt. En ik eet inderdaad niet heel gevarieerd. Ik eet inderdaad heel veel hetzelfde. Maar dat komt omdat ik gewoon niet zo heel veel lust. Dus voor mij is het gewoon niet zo heel erg makkelijk om heel divers te eten. Maar ik ben wel blij zeg maar met wat ik wel eet. Dus ja, ik snap dat het misschien soms een beetje eentonig is dat er elke week dezelfde boodschappen langskomen. En als je het misschien ook niet leuk meer vindt om de boodschappen te zien, kan ik dat natuurlijk altijd schrappen. Maar ja, ik koop gewoon echt wat ik lekker vind. En dat is gewoon vaak een beetje hetzelfde. En ja, ik ben er zelf wel blij mee, maar ik kan me voorstellen dat het een beetje daarover komt. Maar dat komt dus omdat ik niet zo heel veel lust. Ik had een mug op mijn slaapkamer. Dat vond ik niet zo fijn. Ik dacht dat ik hem geplet had, maar ik zag hem dus net weer vliegen. Dus ik hoop dat ik hem straks kan pletten, want die moet wel echt even weg. Ik heb gisteravond de standaard programma's gekeken. De B&B vol liefde en deze quiz is voor jou. En daarna heb ik even de sled van 6WO ben ik weer gaan kijken. Ik heb even lekker gegamed. Dat was het ook wel. En de foto's bewerkt. Dus wat dat betreft wel een prima avondje. Lekker mijn series gekeken. Nieuw Amsterdam en ook weer Code 37. Ik had nu het vervolg dan. Dus dat was wel heel erg leuk. Ik ga zo even een was aanzetten. Ik ga de slaapkamer doen. Ik zet jullie er vandaag alleen even bij als ik mijn bed ga verschonen. Omdat ik dus deze week iets minder vlog in huis. Omdat ik morgen naar de dierentuin ga. En ik het leuk vind om daar wat meer te vloggen. Ik hoop dat dat lukt. Maar dan heb je ook een keer wat andere beelden dan altijd de standaard dingen. Mickey ligt in ieder geval daar op mijn dressoir. Waarom lig jij? Doe jij voorzichtig? Als je eraf valt? Nee, kom. Dit vind ik gevaarlijk. Ja, je bent heel lief, maar je moet wel voorzichtig doen. Ik ga je eraf halen. Kom. 1, 2. Joepla. Ja, ik vind het gevaarlijk wat jij doet. Dus ik ga zo even de was bij elkaar rapen. Ja, het is gewoon nu ook een beetje behelpen natuurlijk, omdat ik die stofzuiger niet heb. Dus dan gaan we het maar even met de bezem doen en alles even lekker schoonmaken. Ik heb wat nieuwe make-up getest. Valt me een klein beetje tegen, maar goed. Dat heb je soms. Ik ben nog niet super enthousiast. Laat ik het daarop houden. Verder heb ik eigenlijk niet heel veel te melden. Ja, ik had al wel even verteld aan Nathalie wat ik voor lente had gehaald. Dus dat haal ik gelijk ook eventjes van de kaart af. Dat badspeeltje. Want lente steekt karton in haar mond. En dan kan ze hem gewoon zo vasthouden. Dus dat eventjes. Dus ik ga het nu eventjes mijn dingen doen. Ik ga ook even alvast spullen pakken voor morgen. Zodat alles klaar staat. Ik ga even de batterij van mijn camera op de oplader gooien. Van mijn professionele camera bedoel ik dan. Want die wil ik morgen meenemen. Dus dat ga ik even doen. En dan, ik zet jullie wel bij wat dingetjes erbij. Maar niet volledig de slaapkamer deze keer. Dus tijd om wat te gaan doen.
ben weer klaar. Mijn haar is helemaal uitgezakt. Ik heb het ook echt bloedwarm. Het is toch warmer geworden dan ik dacht. Ik weet ook niet hoeveel graden het is. Laten we even kijken. Maar het valt gewoon niet mee, omdat je het nu met een bezem moet doen. Dat is wel echt een stuk lastiger hoor. Dus ik zou blij zijn over 2 weken. Dan heb ik lekker weer de stofzuiger. Dat is dan toch wel weer beter. Ja, het is 19 graden met wel buien, maar het is nu momenteel droog. Maar goed, voor nu is het weer schoon. Dus het kan er weer eventjes een 2 weken tegenaan. Als ik er tussendoor heel veel stof zie en ik heb de nieuwe stofzuiger, ga ik gewoon nog een keer extra zuigen. Maar ja, het is niet je van het. Ik heb verder alles ook al voor morgen gepakt. Ik heb al kleding. Ik heb al de spullen verder klaar. De oplader, of de batterij zit in de oplader. Maar ik ben nou best wel zat. Maar mijn bed, dat ging nu best wel soepel. Dus misschien word ik er dan toch op de tijd nog eens wat beter in. Ik heb mijn was net in de droger zitten. Dus dat was ook alweer mooi klaar. En nu ga ik relaxen, want ik ben zat. Eventjes wat drinken en dan even lekker relaxen. Vanavond heb je wel, ik weet er alles van. Daarna misschien nog even terugkijken. Ik kan sowieso nog flikken Maastricht kijken. Die had ik nog opgenomen op België. Verder moet ik er gewoon een video in elkaar zetten en artikel schrijven. En nog even Nieuw Amsterdam kijken en ook code 37. Dus dat wordt het verder ook niet heel erg interessant. En ik ga vanavond toch wel even een kleurtje op mijn nagels doen voor morgen. Dat vind ik dan toch wel mooi. En dan heb ik gelijk dat laatste kleurtje ook getest. Want daar wil ik aankomende week weer een review over schrijven. Dus niet heel veel spannende planning. Maar straks even lekker douchen en eten. En dan vind ik het goed. Dan ga ik de bank op. Denk nog even lekker gamen. Dus ik heb nog even met Nathalie gebeld. Die had nog wat dingen te melden. Dus dat nog even gedaan. En dan morgen weer op tijd opstaan, want dan gaan we naar de dierentuin. Ik ga jullie dan ook morgen zien en ik ga jullie dan morgen ook meenemen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemorgen op deze zaterdag. Het is 7 augustus, dus ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even wat op de lippen. Nathalie en Frank zouden hier om 10 uur zijn, maar het wordt iets later. Want Frank zit letterlijk nu aan een broodje hamburger. Dat je denkt, waar heb je zin in, weet je wel. Maar goed, hij vindt het lekker, dus hij zit daar nu aan. Dus ze komen zo deze kant op. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik vond het heel erg lastig, want wat doet het weer? Maar ik heb gekozen voor mijn spijkerbroek met een blouseje. Weet je, het is altijd wel goed mocht het echt fris zijn. Hij moet nog even beter bij mijn broek in, maar dat is de outfit. Ik heb alles verder klaar. Ik ga zo nog even gauw de bakken scheppen en dan wacht ik geduldig af tot Nathalie en Frank hier zijn. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van gekeken, was wel heel erg leuk. En ik heb even flikken Maastricht teruggekeken. Ik heb de video geëdit, mijn artikel geschreven. Nieuw Amsterdam gekeken en code 37, dus dat was het ook wel. Mijn huid ziet er zo slecht uit. Ik had even gedoucht na het sporten. En altijd als ik gedoucht heb, ziet mijn huid er heel slecht uit. Dan is het heel moeilijk om mijn huid goed dekkend te krijgen met make-up. En ik weet niet wat het is. Ik weet niet of het herkenbaar is voor jullie, maar ik vind het heel gek in ieder geval. Dus ik snap het niet zo goed. Ik hou de opening kort. Ik neem jullie mee vandaag. Ik ga nu even de laatste spullen gauw bij elkaar rapen. Ik heb mijn nagels gedaan trouwens. Misschien wil je nog weten welk kleurtje het is. Die komt dus uit dit setje. De Floralista. En dan is het deze. De rest had ik al geprobeerd. Dus die heb ik op mijn nagels gedaan. Hier liggen de spullen die mee moeten. Deze tas niet. Maar dit camera, allemaal dingen. Dus ik ga nu eventjes de bak scheppen. Dan kan ik nog even wat drinken en dan de schoenen aan. Stofzuiger red ik nu niet, maar goed, dat is dan even niet anders. Kan toch niet echt stofzuigen. En dan ga ik jullie meenemen. Thank you.
Je moet aan de hoge, denk ik. Je bent te klein voor deze. Oh, je gaat... Nee, deze moet nog. Deze? Ja. Nee, dat lukt niet. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Het is nu 8:30 geweest. Ik ben al even thuis, maar ik heb eerst de katten gevoerd. Want die wilden natuurlijk ook eten van mij. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te vloggen. Het was af en toe een beetje lastig, omdat er best wel veel mensen waren. En ik het combineerde vloggen en foto's maken. Ik ben wel heel benieuwd naar de foto's. Ik hoop dat ze een beetje goed gelukt zijn. We hebben zoveel mooie dieren gezien. Het was echt heel leuk om daar weer een keer te zijn. We waren al even verkeerd gelopen met de looproute. Dus we hadden een paar dieren gemist. Dus uiteindelijk moesten we nog even terug. Maar dat was wel heel erg leuk. We hebben daar ook eventjes lekker een keer koffie gedronken. En later nog eventjes lekker wat fris. Ik heb een hele leuke magneet gekocht. Deze met het dierenpark Amersfoort erop. Die kan ik weer boven gezellig bij mijn hoek neerleggen. Plaatsen. En een hele leuke pen met een pinguïn. Dus het was echt heel erg geslaagd. En nu ga ik zometeen ook lekker douchen. Ga ik Ajax aanzetten. Maar ik hoorde al in de auto dat het PSV voorstond. Daar was ik niet zo heel blij mee. Lente gaf me onverwachts een knuffel. Dat was zo lief. Ze was op de arm bij Frank. En ineens zag ze mij. Ging ze zo naar me toe. Wou ze me even knuffelen. Dat was echt super lief. Naast had nog wat spulletjes meegenomen. Die had wat make-upjes uitgezocht die nog nieuw waren. Die zij niet gebruikte. Allereerst waren ze van de week. Mijn moeder was naar de kringloop geweest. Hebben ze een hele leuke kip voor mij meegenomen. Dus die kan ik nog leuk neerzetten. Nou, prachtige paletten van de Action natuurlijk. Het Floral Romance palet. Oh, die heeft deze kleuren. En nog allemaal hele mooie potloodjes. Het zijn allemaal oogpotloodjes. Zij gebruikt dat niet. En twee hele mooie lipsticks. Eentje van Max & More. En deze hele mooie. En deze komt van Primark. PS Pro. Dus paars en ik draag het wel. Twee haarbandjes had ze nog meegenomen. Dat vind ik altijd fijn met het opmaken. En een eyeliner. Ja, daar ben ik ook dol op. Dus super leuk. Ja, ik moet de beelden zelf ook nog zien hoor, van het vloggen. Dus ik heb natuurlijk wel gezien een beetje wat ik heb gevlogd. Maar wat het precies allemaal is geworden, dat weet ik niet. Dus ik ga er wel mee aan de gang met editen. Ik ga nu in ieder geval lekker onder de douche. Dan ga ik een kopje koffie maken. En dan ga ik
lekker eventjes Ajax aanzetten. Ik denk nog even gamen. Straks nog even met mijn moeder bellen, maar die had nog visite. Dus ga ik straks ook nog eventjes doen. En we hadden ook heel lekker gegeten. Want uiteindelijk bij mijn vader en zijn vriendin hadden we lekker patat gegeten. Dus heel erg lekker. Dus het was heel gezellig. Het is een hele geslaagde dag. Ik ga straks nog wel eventjes ook wat aan de vlog doen. En sowieso nieuw Amsterdam en code 37 kijken. Maar nu eerst even lekker douchen. En ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 8 augustus. Ik zit even lekker op de bank. Ja, ik hoef niet heel veel vandaag. Ik wil even wat dingetjes opruimen wel. Keuken. Kaptafel even. En dat is het ook wel. Ik ga wel even de groenten afhalen. En ik laat je straks even de spullen zien voor de foto's. Verder wordt het niet heel veel. Ik moet wel even hier even goed schoonmaken. Ik moet even goed vegen. En het kleed wil ik eventjes ontstoffen. Want kijk, daar liggen allemaal plukken haar. Een beetje inzoomen. Dat wil ik er even proberen af te halen. Want ja, dat vind ik gewoon niks. Maar verder doe ik niet zo heel veel. Even lekker een dagje bijkomen. Ik ga wel even de kleding van de bank wassen. Maar nee, verder hoort het niet heel veel vandaag. En vind ik ook wel lekker. Want ja, gisteren natuurlijk een hele leuke dag gehad. Dus dan vind ik het vandaag lekker om rustig aan te doen. Nou, gisteravond nog eventjes de voetbalwedstrijd gekeken. Maar daar werd ik niet vrolijk van als Ajax-fan. We hebben dik verloren. Ajax was echt heel slecht. Dus toen het afgelopen was, heb ik direct overgezet. Ja, er was niet zo heel veel natuurlijk. Dus ik ben de vlog al voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. Kon ik gelijk ook even de beelden zien die ik in de dierentuin had gemaakt. Ik moet zeggen dat het best goed gelukt was, vond ik zelf. Ik denk dat het wel heel leuk is om te zien. Ik heb ook even mijn foto's bekeken die ik heb gemaakt in de dierentuin. Daar was ik echt heel erg verbaasd over. Want die zijn erg goed gelukt wel. Dus ja, dat was echt wel heel goed en fijn. Want ja, het was de eerste keer, of eigenlijk de tweede keer dat ik de camera mee had. Vorig jaar had ik hem ook naar Giethoorn meegenomen. En toen waren de foto's niet zo heel erg mooi geworden. En nu waren ze wel heel mooi geworden. Ik heb er even een paar op de telefoon staan die ik eventjes kan laten zien. Ik ga even kijken hoor. Bijvoorbeeld een staande beer. Ik weet niet hoe mooi dit wordt hoor, op beeld. Die heb ik gemaakt. Kamelen, die waren een beetje zielig, want hun bulten die waren heel erg leeg. Er zat weinig in. Deze. Duurt even voor die mooi scherp wordt. Nou, een zebra. Een giraf, die zat steeds te eten. En de olifanten, daar hadden we heel erg geluk mee. Ik weet niet of ik dat had verteld, maar die zaten in eerste instantie binnen. Dus we liepen eigenlijk al door. En toen ineens hoorden we getrompet en toen kwamen ze naar buiten. Er was ook een hele mooie tribune bij, dus dat was wel heel erg leuk. Ik heb Nieuw Amsterdam gekeken in code 37. Toen heb ik nog een klein stukje gelezen in bed. En toen ben ik ook geslapen, want ik was dus wel moe. Maar goed, dus dat was verder de avond. Ja, verder ook niet heel veel te vertellen eigenlijk. Want ja, ik heb jullie gisteren over het grootste gedeelte natuurlijk bijgepraat. Dus ik ga het nu gewoon eventjes wat doen. En laat ik straks even foto's spullen zien. En verder zet ik jullie ook nergens bij. Maar goed, zijn jullie gewend op zondag, dus... Prima. Oh ja, muizenstaart zat straks tussen de deur. Muis die drentelt heel veel achter mij aan. En toen deed ik de deur van de keuken dicht, zat een staartje ertussen. Ze ging gelijk blazen natuurlijk, want ja, dat doet gruwelijk zeer. Die staart was helemaal dik. Maar ik mocht er wel gelukkig gelijk oppakken om te knuffelen. Dus toen was het gelukkig ook wel weer goed. Maar dan voel je je zo schuldig als zoiets gebeurt. En ik was er al eens een keer bang voor. Ja, nou gebeurt het. Maar ik denk, ik heb het nu eventjes niet gezien. Ik denk dat ze ergens ligt te slapen. Want ik hoorde in het slaapgeluiden, maar waar, dat weet ik niet. Ik denk dat ze nu wel weer goed en blij is. Dus dat, ja, ik ga even wat doen en dan laat ik straks de fotospullen zien. De fotospulletjes, ik ga deze Express Quick Dry Drops proberen. Deze zijn van Catrice, die maken je nagels dus sneller droog. Ga ik gelijk vanavond even testen.
Dan heb ik hier 5 lippotloodjes. Daar heb ik ook bij passende lipsticks bij. En die ga ik eventjes proberen. Dit zijn de Soft and Prices Lip Pencils. Ik heb hier de kleur 105 Be Mine. 102 True Me. 104 First Love. 103 Why Not. En ik heb 106 Late Night. En het oogschaduwpaletten van Sunrise van Action. Ga ik overigens ook een video mee opnemen. Maar ja, die ga ik dus eerst even fotograferen. Want anders dan is het niet meer mooi als ik ermee aan de gang ga. Zie je, dit zijn even de fotodingetjes voor vandaag. Zo, mijn magneet hangt bij de andere magneet. Dus die hangt er ook zo leuk bij. Dus ja, daar ben ik ook wel weer blij mee. Dus dat was mooi zo. Nou, inmiddels lekker klaar. Ik heb alleen eventjes een probleem. Vrijdag had ik een was gedraaid. Toen gaf mijn droger aan van, joh, er zit het waterreservoir is vol. Dus ik had het waterreservoir geleegd, want dat doe ik eigenlijk standaard naar elke beurt. Ik had hem er weer terug in gedaan, droger weer aangedaan. Een paar seconden, zelfde melding. Nou, een hele hoop gezeik. Ik was er een beetje klaar mee en eigenlijk ook niet meer aan gedacht. Tot ik net mijn kleding in de droger wilde stoppen. En weer dezelfde melding. Dus ik had Nathalie al eventjes gebeld. Mijn stroom vloog er ook uit, want mijn stekkerdoos die was kapot. Toen kreeg ik het dingetje niet meer omhoog. Het is uiteindelijk gelukkig weer gefixt. Nou, Nathalie gebeld, weet jij soms iets? Nou, ze ging wel even zoeken. Ze had een filmpje gevonden, alleen het was een hele andere droger. Die zag er van de binnenkant ook heel anders uit. Dus ik kon daar niet zo heel veel mee. Toen heb ik geprobeerd Coolblue te bellen, omdat er natuurlijk nog garantie op zit. Maar die krijg ik niet te pakken, want het is super druk. Ik had nu nog 7 wachtende voor me. Straks had ik 5 wachtende voor me. Toen werd de verbinding verbroken, dus ik had er even geen zin meer in. Dus die ga ik misschien vanavond nog bellen en anders eventjes morgen. Maar ja, dit moet even opgelost worden. Dus ik kan nu eventjes niet de droger gebruiken. Dus de wasjes die ik ga draaien, die zullen even opgehangen moeten worden, vrees ik. Of het moet een kleinigheid zijn dat zo verholpen is. Maar dit is wel even drama nu. Dus ja, dat was eventjes een minpuntje. Ik ga het nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even douchen. En ik ga ook even mijn telefoon op de oplader doen, want die is bijna leeg. Vanavond Alberto Stegeman kijken en even Flikken Maastricht. En ja, verder ga ik even mijn foto's bewerken. En dan ga ik weer Nieuw Amsterdam kijken in Koppers. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga even mijn nagels doen, maar dat is het ook. En dan straks even eten, maar nu eerst maar eventjes even relaxen. En dan hopen dat ik er misschien vanavond doorheen kom met Coolblue. Maar dat horen jullie dan morgen even. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 9 augustus. Ik ben zo goed als klaargemaakt. Alleen mijn ogen nog niet. Maar ik ga zo een video opnemen. En daar ga ik een ooglook in maken. Dus vandaar dat ik de ogen even zo heb gelaten. Even terugkomen op gisteren. Ik had natuurlijk problemen met de droger. Hij gaf aan dat het waterreservoir bakje vol zou zitten. Alleen dat klopte niet. Er zit echt een hele grote vlek op mijn bril. Ik snapte het niet, want eigenlijk na elke beurt dat ik de droger heb gebruikt, haal ik beide bakken leeg met stof en doe ik ook het water er al uit. Dus ik begreep er helemaal niks van. Nou, toen was ik dus aan het proberen Coolblue te bellen, maar ik heb het echt heel vaak geprobeerd en ik werd een paar keer de verbinding verbroken. Ik was op een gegeven moment zelfs de eerste wachtende in de rij. En toen werd weer de verbinding verbroken, dus toen was ik er even klaar mee. Ik dacht, nou, ik ga eerst relaxen, dan ga ik eventjes douchen en eten. Probeer ik het vanavond nog wel een keer. Mocht het dan niet lukken met bellen, doe ik het morgen, vandaag dus. Nou, toen heb ik het nog één keer geprobeerd gisteravond. Toen kreeg ik gelukkig wel iemand aan de lijn. En die stuurde mij een filmpje door met een gelijk soort droger. Iemand die legde dat helemaal uit op YouTube, hoe hij dus dat probleem verholpen had. Ja, hartstikke leuk. Alleen dat filmpje had Nathalie mij 's middags ook al doorgestuurd. En het zag er zo ingewikkeld uit. En ik vond de binnenkant best wel anders. Dus ik dacht, ja, leuk. Nou ja, goed. Toen had ik in het boekje gelezen, want ik heb zeg maar een rooster zitten achter mijn... Als ik beneden het onderste bakje eruit haal voor de stof, zit daar een roostertje achter dat je die moest uitzuigen.
zag ook inderdaad wel wat stof zitten. Alleen ja, ik heb natuurlijk geen goede stofzuiger, dus dat is een drama. Maar ik had toch ergens mijn hoop erop gevestigd dat dat het misschien zou verhelpen. Dus nou, toch eventjes geprobeerd om het zo goed als dat het lukte een beetje uit te kunnen zuigen. Dat heeft voor nu wel geholpen, want ik heb daarna even de droger gedraaid met een wasje erin en hij gaf niet meer de code aan. Dus ik hoop dat het nu verholpen is, want ik dacht ook, ja, ik heb geen zin om nou weer allemaal was in de kamer te moeten hangen. Dus ik hoop dat het nu gedaan heeft. Dus ik moet nou toch even de bril opzetten, want anders dan kan ik jullie de nagellak niet laten zien. Ik heb mijn nagels gedaan, dit kleurtje. Het is dus ook van Sally Hansen, de Insta Dry. Dit is uit de Prismatic Shine Line. Dat is deze. Deze is in de kleur 050. Kan ik dat nog een beetje lezen zo in het donker? Nee. The Future is Fuchsia. Dus wel echt een heel erg leuk kleurtje. Ik vind hem wel heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd hoe lang die houdt. Ik heb Alberto Stegeman gekeken en daarna eventjes Flikken Maastricht. Dat had ik opgenomen op België. Flikken Rotterdam kwam helaas zondagavond niet. Dus dat heb ik gedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt en ik heb ook nog eventjes lekker gegamed. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken en Koppers. Dus dat was verder de avond. En toen lekker een boek gaan lezen en gaan slapen. Dus verder niet heel veel bijzonders, maar dat was het. Ik ga nu zo eerst eventjes hier de boel weer eventjes een beetje schoonmaken. En dan ga ik eerst even de video opnemen, want dan zijn mijn ogen ook weer wat opener. Want ik vind het echt er niet uitzien zonder oogschaduw als je de rest wel hebt gedaan. Dus dat ga ik zo even doen. En dan zet ik jullie er nog even bij als ik ga bulletjournalen. Dus, maar eerst maar even mijn bril schoonmaken, want die is heel erg vies. Er was nog iets heel erg geks gebeurd gisteren. Om 5:30 werd er aangeklopt en ik dacht, wie belt er? Wie klopt er aan op zondag? Dus ik ging naar de deur. Ja, pizza. Pizza? Ik heb helemaal geen pizza besteld. En toen liet hij me het bonnetje zien. Stond inderdaad wel op mijn huisnummer. Maar de mensen die die pizza hadden besteld, hadden dus gewoon een verkeerd huisnummertje ingetikt. Want later kwam die persoon er al aan. Ja, hier zo. Dus daar moest de pizza heen. Maar ja, verkeerd huisnummertje. Maar ik was een beetje verbaasd. Ik denk, hé, pizza persoon voor mijn deur. Hoe dan? Ik snapte er niks van en ik las gisteren ook zo echt bizar verhaal. Een man, die was in het buitenland, of een vrouw, dat weet ik niet, een persoon, heeft een autosleutel ingeslikt. Dan denk ik, waarom wil je een autosleutel inslikken? Hij is er uiteindelijk ook aan bezweken, of zij. Maar waarom zou je dat doen? Dat is toch niet echt helemaal normaal? Of ligt dat aan mij? Ik weet het niet. Ik vond het in ieder geval best wel heel erg gekkig, moet ik zeggen.
Zo, inmiddels even lekker gebullet journaled. Ik kreeg alleen net een mailtje of een appje van mijn coach. En die vroeg of we morgen af kunnen spreken. Want dan had ze net wat meer tijd. En dan kan ik dus morgen een stofzuiger gaan halen. Dat betekent alleen wel dat alles een dagje even opschuift. Dat betekent dat ik woensdag de gang en de douche ga doen. En dat ik dan donderdag de woonkamer ga doen. Want ja, dat is dan eventjes niet anders. Want ja, het is even wat het is. Dus dat moet dan even een beetje meeschuiven. Maar goed, dan heb ik morgen ook wel weer een nieuwe stofzuiger. Dat is op zich natuurlijk ook wel heel erg fijn. Dus ja, dan is dat morgen tussen 12:30 en 1:00 daartussenin. Dus nou ja, goed, dan verplaats het eventjes. Moet ik eventjes, even schakelen. Maar goed, het is even wat het is. Ik heb lekker even gebullet journaled, dat was wel heel erg fijn. Dus ja, daar heb ik wel van genoten, even lekker wat getekend. De katjes hebben nu net lekker gegeten, ik heb alles weer opgeruimd. De video is volgens mij ook redelijk goed gelukt. Ik ga vanavond wel gelijk even nakijken, want dat wil ik dan wel even weten. En vanavond heb ik weer, ik weet er alles van, B&B. En dat is het. Verder is niet zo heel veel, maar ik moet mijn artikel schrijven. Ik wil nog even verder met een artikel van The Essence. En ik heb Nieuw Amsterdam en Koppers vanavond. Dus dat is het eigenlijk ook niet verder niet heel erg interessant. Dus ja, dat wordt dan verder ook de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker relaxen en straks douchen en koken. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 10 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ja, alleen nog even wat op de lippen. Maar voor de rest ben ik klaar. Ja, de planning is vandaag dus wat anders. Dat had ik gisteren al een beetje verteld. Omdat ik zometeen al boodschappen ga doen en een stofzuiger ga halen. Ik ga dat bij de Mediamarkt doen. Ja, dat kwam mijn coach beter uit. Ze zou nog app hoe laat ze zou zijn, maar ik heb nog niks gehoord. Dus ja, ik wacht het wel eventjes af. Dus ja, vandaag zal er weinig vlogmateriaal zijn. Omdat ik dus weg moet. Ja, ik moest wel eventjes omschakelen. Omdat ik natuurlijk heel erg gewend ben dat ik mijn eigen dingen doe op de dinsdag. Zoals de badkamer en zo. Maar aan de andere kant is het nu niet zo erg dat ik hem morgen moet doen. Want ik krijg natuurlijk morgen ook iemand die naar mijn schimmel komt kijken. Dus dan ja, heb ik niet weer iemand die in mijn douche heeft gelopen. Dan kan ik hem daarna, terwijl hij al gepoetst is. Zo ben ik dan ook wel weer. Dus op zich is het, ja, het is even wennen. Maar oké, weet je. Het is gewoon even roeien met de riemen die we hebben. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken. De B&B vol liefde en ik heb even lekker gegamed. Verder was er ook niet heel veel wat ik interessant vond. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik ben nog even verder gegaan met de nieuwe producten van Essence. En Nieuw Amsterdam gekeken. Daar ben ik wel bijna doorheen. Ik heb nog echt een paar afleveringen. En zoals ik van de week al vertelde, seizoen 3 is dus nog niet online. Dus dan moet ik gewoon echt wachten tot die online komt. Dus dan wordt een ander iets uitzoeken. En daarna Koppers. Dus dat was ook wel weer spannend. Dus ja, wat dat betreft allemaal wel... ja, positief. Ik was op een gegeven moment ook wel moe, dus nou, toen lekker naar bed gegaan. Ja, ik ga eventjes de spullen maar pakken. Dan ben ik in ieder geval klaar als zij er ineens is. Want ja, ik weet het nog niet. Ze zou tussen 12:30 en 1:00 er zijn. Maar ze zou dus nog even appen en dat is dus al niet gebeurd. Dus nou ja, goed. Dat ga ik even doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben. Oké, lieve mensen, het is inmiddels 2:00. Mijn coach is nog steeds niet geweest. Ik heb geprobeerd haar te bellen en ze neemt niet op. Ik heb me nu al echt een tijdje zitten te vervelen, omdat ik gewoon niet weet wat ik moet doen. Dus ik ga nu toch de kattenbakken schoonmaken, want het begint een beetje zat te worden nu. Ja, weet je, ik kan gewoon niet stilzitten. En ja, als iemand zegt tussen 12:30 en 1:00, ja, dan verwacht ik dat iemand dan er is. En ik heb ook niet gehoord van, joh, ik kom later of zo. Dus ja, ik ga nu maar gewoon wat doen, want de hele middag niks doen, dat is helemaal niks voor mij. Dus ja, en dan wacht ik het wel af of ik nog een bericht krijg. Ik weet het verder ook niet, dus ik ga nu maar beginnen met de kattenbakken. Dan gaan die in ieder geval weer schoon. En dan wacht ik het wel af of dat ik nog een bericht krijg of wat dan ook.
Nou, jullie hadden hem al door. Jullie hebben mij zien poetsen en ik zou jullie nergens bijzetten, want er is een grote miscommunicatie ontstaan. Mijn coach heeft mij gisteren geappt, kan je morgen afspreken? En dat zou vandaag zijn. Maar ik zat te wachten en ze kwam maar niet. Dus op een gegeven moment, was het 2 uur geweest, heb ik haar gebeld. Ik kreeg geen reactie, ik heb haar een appje gestuurd, ik kwam ook geen reactie op. Ze reageerde net, toen zei ze van ja, want ik had gestuurd, we hadden vandaag toch afgesproken. Nee, zegt ze, morgen. Nee, woensdag. Ik zeg, nou, je hebt gezegd vandaag. Ze ging ze dat teruglezen. Ze zei, oh, wat stom van me. En ik dacht er wel, het is je thuiswerkdag. Ik denk, maar ja, weet je, aan de andere kant, het kan nog wel eens veranderen, een planning, weet je. Ik ken de agenda niet. Maar ja, omdat ik dus maar niks hoorde, dacht ik, ja, dan ga ik toch maar poetsen. Want de hele middag niks doen, daar heb ik ook geen zin in. Dan kan ik net zo goed bezig gaan. Dus ik heb wel de gang, de kattenbakken en de douche gedaan. Tot ik dus om 4 uur pas bericht kreeg van, ja, nee, dat het een miscommunicatie was. En dat had ik inmiddels al wel begrepen, want ja, ze was niet gekomen. Maar goed, het was wel even flink balen, want ik ben er wel expres voor de wekker gaan zetten. En ik was nog best wel moe, omdat ik gewoon nog steeds merk een beetje de nasleep van het weekend. Ik heb er altijd gewoon echt even een paar dagen voor nodig om weer bij te komen. En anders had ik nog wat langer kunnen slapen, weet je. Dus dat was eventjes wat minder. Maar goed, ik heb ook gezegd, morgen kan wel, maar ik heb morgen eerst de woningbouw. Nou, dat was niet erg, dus ik zal nog wel horen hoe laat ze er is. Want ja, ik heb morgen eerst tussen 1 en 3 de woningbouw. Ja, dat zijn ook van die tijden, weet je wel. Daar moet je dan ook voor thuis blijven. Je weet niet precies hoe laat ze komen. Ze kunnen er om 1 uur zijn, ze kunnen er om 2 uur zijn, maar ook om 2:30, weet je. Ik heb ook altijd liever zoiets dat ik gelijk weet hoe laat iemand er is, maar goed. Met dat soort instanties lukt dat vaak niet. Dus dat was wel eventjes een flinke tegenval. Dus ik dacht, nou, dan zet ik jullie er toch maar bij als ik de douche ga poetsen. Want ja, hè? Het was allemaal gewoon even wat minder. Maar goed, alles is nu klaar. Ik ga het nu zo eventjes lekker relaxen, want dat heb ik even nodig. Ik heb de was er nog in zitten. Ik hoop dat die straks klaar is. Kan die de droger in? Dan hoop ik dat de droger het ook blijft doen. Want ik heb de handdoeken erin zitten. Die moesten ook nodig gewassen worden. Ik heb even wat nagellak verwijderd, want ik had flink wat chips. Dus ik dacht, nou, dat gaan we vanavond even opnieuw doen. Hier is nog 1 nagel gelakt. Maar dat ga ik vanavond mooi even doen. Vanavond natuurlijk, ik weet er alles van. En de BNB vol liefde. Daarna niks, want Camping Koppens komt niet. Want je hebt een voetbalwedstrijd die ik niet ga kijken, want ik heb daar niks mee. Ik ga denk even lekker gamen. Ik heb net ook nog even zitten gamen, want ik was nu al vroeg klaar met schoonmaken. Ik ga sowieso de foto's bewerken en de vlog afmaken. Misschien nog wat aan het persartikel doen. Ik zie ook dat mijn camera begint te knipperen. Maar goed, ik ga bij deze toch de weekvlog afsluiten. Wat ik nog wel ga kijken is vanavond trouwens Koppers en Nieuw Amsterdam. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!